Dames en heren, hier is uw conferencier, Freek de Jonge. Dames en heren, hier is uw lijsttrekker, Mark Rutte. Beste mensen, wat een sfeer vandaag op deze dag, hè? Wat een sfeer. Op 9 juni zijn verkiezingen in Nederland. De verkiezingsdrempel, vrees ik. Ja, de vorige keer heb ik me nogal verdiept in de partijprogramma's en de verkiezingsprogramma's. Dit keer ben ik wat meer in de vuilniszakken van de politici gedoken. Hier... Dit vond ik bij de heer Hero Brinkman op de stoep. Hier heb ik het eerste kabinet Balkenende. Tweede kabinet Balkenende. Laten we dames en heren, laten we eens even kijken naar het magische scherm van de... Even kijken naar het magische scherm wat we van de NOS hebben afgekeken. Die zijn daar al weken mee bezig om te oefenen. Laten we nog eens even met elkaar teruggaan naar de gemeenteraadsverkiezing. Even kijken naar de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezing. Laten we eens even met elkaar gaan naar Kibbelveen. Kibbelveen bij Koevoorde. Kom er maar in, Kibbelveen. In Kibbelveen hebben we de volgende uitslag. Leefbaar Kibbelveen 62. Onleefbaar Kibbelveen. Ook 62 bij een opkomst van 125. Wat is er met die ene stem gebeurd? Laat dat maar over aan Kibbelveen. Dan gaan we door naar Boerenhol. Dat ligt in Zeeuws-Vlaanderen. Boerenhol, daar zien we de volgende uitslag. CDA 18. GOZ Gieren op zondag 78. En de Partij voor de Dieren 3. Doodstil, dat is zeg maar de basis van Trots op Nederland. Daar woont de hele familie Verdonk. En wat zien we daar? Doodstil, Trots op Nederland 2, stemmer. Teleurstelling voor iets. Hongerige Wolf ligt in het noorden van Groningen. In Hongerige Wolf hebben we de lijst Schaap, 2 stemmen. Hongerige Wolf 214. In al deze gemeentes is er op hertelling aangekomen. En werkelijk de gemeenteraadsverkiezingen een schande voor ons land. Een schande voor ons land. We leken wel even een bananenrepubliek. En in ons dorp, moet ik eerlijkheidshalve bekennen, hebben we die problemen ook gehad. We hebben in ons dorp, ik zal het maar meteen zeggen, we hebben daar iemand met een verstandelijke beperking wonen. En die stond op een zeker moment met z'n drieën in een hokje. En ja... Hij mag stemmen, ja, hij mag stemmen. Maar ja, je zal de domoren de kost moeten geven die niet gaan stemmen. Nee, hij mag stemmen, hij heeft een IQ van 71. En als hij een IQ van 69 had gehad, had hij recht op een uitkering gehad. Hoe dom kun je zijn? Nee, dat is een zegen. Dat is een zegen voor ieder dorp, zo iemand. Hij doet kleine klusjes. Bij ons komt hij af en toe de pauwen wegschreeuwen. Wij hebben last van de pauwen van de achterburen. En dan kunnen we hem bellen en dan komt hij... En dan zien we de pauwen 3-4 weken niet. Heerlijk. Laten we hem om privacy reden even Gordon noemen. U voelt wel wat er gaat gebeuren als je nadruk op naam mag leggen. Alle Henk en Ingrid's in dit land zijn gedoemd.
Ik word wel eens voorgesteld door iemand die zegt dan Henk. En dan zegt hij meteen, maar ik hoor er niet bij hoor, ik hoor er niet bij. Doodbang. Nee, maar dankzij dat gedoe van onze dorpsgek zou je hem vroeger noemen. Maar ja, dat mag niet meer. Dat mag zoveel niet. Je mag ook niet meer zeggen dat de Q-koorts door zwangere geiten veroorzaakt wordt. Want dan zouden de geitenneukers alsnog de schuld krijgen. Maar door onze dorpsgek hebben wij nu waarnemers van de Verenigde Naties bij de komende verkiezingen. Je schaamt je dood, er komen mensen uit Soedan en Somalië die komen kijken of in ons dorp de verkiezingen goed verlopen. Dames en heren, wat is de taak van de staat? De taak van de staat is kritisch en rechtvaardig faciliteren. Toen ik het woord faciliteren intypte op mijn tekstverwerker, verscheen daar zo'n rood kartelrandje onder. Dus ik naar de spellingcontrole en toetste wijziging en daar kwam toen te staan familietrek. Kritisch, rechtvaardig, faciliteren, zorgen dat dingen die moeten gebeuren, gebeuren. En de dingen die niet moeten gebeuren, niet gebeuren. Nou, wat zien wij nou de laatste decennia in ons land? De dingen die moeten gebeuren, gebeuren niet. En de dingen die niet moeten gebeuren, gebeuren, die gebeuren wel. Ha, had ik maar elke avond zo publiek. Geweldig. Nee, maar ze zitten zo van, nee, heel goed. Ik zal u twee voorbeelden geven. Eén, eerste over dingen die niet moeten gebeuren en wel gebeuren. Het bijvoeren van grazers in de Oostvaardersplas. Ja, nou zit meteen iedereen... Dat zijn onze grote politieke problemen. Het bijvoeren van de grazers in de Oostvaardersplassen. Alle milieudeskundigen, alle biologen zeggen bijvoeren. Maar de politiek, sentimenteel geworden door de Partij voor de Dieren. Ja, dat is ook zo. Er is een enorme machtsstrijd in de Partij voor de Dieren uitgevochten voor de verkiezingen. Je had twee facties en je had aan de ene kant mevrouw Ouwehand. Dat waren de kleine huisdieren. En die stonden pal tegenover mevrouw Tieme, de wilde roofdieren. Dat is een enorme machtsstrijd geweest. En uiteindelijk hebben ze mevrouw Ouwehand heeft één concessie gedaan. Ze heeft haar knuffel bij de vuilnis moeten zetten. Ja, mevrouw Tieme vindt niet dat varkentjes er zo bij horen te lopen. Wat had nou moeten gebeuren en is niet gebeurd? Dat is het andere voorbeeld. De kilometerheffing. De kilometerheffing, dat lijkt me een volkomen logische zaak. Wie het asfalt gebruikt, juist op het moment dat het drugs is, die betaalt. Niet doorgegaan. CDA afgehaakt, VVD afgehaakt. Allemaal door de ANWB. En de heer Eurlings heeft zijn biezen gepakt. Heeft gekozen voor zijn gezin. Had waarschijnlijk faciliteren ingetypt. En daar kwam familietrek te staan. Nou ja, echt voor zijn gezin heeft hij niet gekozen. Want hij heeft nog geen gezin. Maar hij heeft voor zijn vriendin gekozen. Hij heeft meer tijd vrijgemaakt om te neuken, zal ik maar zeggen. Dat is, ja, maar macht erotiseert hoor, dat verzeker ik u. Macht erotiseert, dat zie je maar aan Jack de Vries. Maar die had een alibi, hè. Die was uitgedaagd door een Amerikaanse generaal. Die had gezegd dat ons hele leger uit homoseksuelen bestond. En toen zei hij, dat zullen we nog wel eens zien. En toen heeft hij een adjudant op de werkvloer genomen. In Amerika staat hij bekend als Jack the Whipper. Nee, maar het erotiseert. We hebben hier een interview met Femke Halsema, u niet onbekend. De koningin van het Binnenhof wordt ze wel eens genoemd. Laat van, ah, kijk dan toch. Wat kijkt ze lief, hè? Oh. Femke die zegt hier in een interview met de Volkskrant, ging dan ook over haar keuze voor haar gezin. Zegt Femke, 10 maanden nadat ik fractieleider van GroenLinks was geworden, kreeg ik een tweeling. Wat zijn wij dan toch naïef, hè? Ja, je denkt als iemand dat dan wordt, die stort zich op de dossiers. Hè, die gaat zich eens goed inwerken. Maar nee hoor, die gaat duikt lekker in bed om een tweeling te fabriceren. En u weet ook wel, dat is in één keer niet gebeurd, hè, een tweeling. Daar doe je echt wel 3, 4, 5 keer over voordat die een beetje goed in elkaar zit. En dan zegt ze, 10 maanden werd ik een tweeling. 1 jaar later werd Theo van Gogh vermoord. Causale verband is mij niet geheel.
Maar dan staat er een komma. Een jaar later werd Theo van Gogh vermoord, terwijl mijn kinderen in het ziekenhuis lagen voor het knippen van hun amandelen. Wat bedoelt Femke hier nou mee? Dat als die kinderen niet aan hun amandelen geholpen hadden over worden, dat Theo van Gogh niet vermoord was? Of dat als Theo van Gogh aan zijn amandelen geholpen was, dat misschien de tweeling wel vermoord was? Of probeert Femke ons medelijden hier op te wekken? Door te stellen, ja, Theo van Gogh vermoord, dat was natuurlijk heel erg. Maar mijn tweeling moest aan zijn amandelen geholpen worden. Ja, ongelooflijk. Iets verderop staat dan op de keukenkast 7 pakken cornflakes en andere snelle ontbijtgranen, bijna allemaal opengetrokken. Ik wist niet wat ik las. 7 pakken cornflakes, bijna allemaal opengetrokken. Dat is de fractieleider van de grootste milieupartij van Nederland, die mij tot een volkomen milieuparanoïde heeft gemaakt. Want ik loop de hele dag met kleine propjes door de kamer. Waar moet ik ze ingooien? Ik heb 6 verschillende bakken staan. Je weet het niet meer. Je loopt maar door dat huis heen met die dingen. 7 pakken ontbijtgranen opengetrokken. Femke, ik weet niet of je kijkt. Eerst een pak helemaal leeg eten. Dan netjes een hele kleine stukje scheuren. En dan in de daarvoor bestemde bak. Het is ongelooflijk. En dat gaat dan nog zo even door, maar we hebben het er nu wel genoeg over gehad. En... Ze rookt. Ja, nou ja, dat staat wel in een van de gezaghebbende bladen. Ze rookt. En, kijk, op zichzelf zou ik dat niet erg vinden. En zoals Jack de Vries, dat is op zichzelf niet erg, maar hij heeft gezegd de hoeksteen van de samenleving. En zij is voor het milieu. Dat begint toch met je eigen lichaam, zou ik willen zeggen. En er moet eigenlijk een tegeltje in de keuken komen te hangen. Mama houdt net niet genoeg van de tweeling om met roken te stoppen. Nu, we hebben een tweet. Oh, Femke gaat morgen stoppen. Jongens, morgen stoppen. We zijn benieuwd. We zijn benieuwd. Het is ongelooflijk met die nieuwe dingen. Nu een vlog, nog weer een hammer. En dan wordt het weer zo vervelend. Solliciteer je na een knietje. Ja, niet iedereen is even leuk, Femke. Hoe komt het nou dat de dingen die moeten gebeuren, niet gebeuren? En de dingen die niet moeten gebeuren, gebeuren? Dat komt omdat beslissingen worden genomen door politici. En politici... Ik benadruk het nog maar 1 keer, zijn mensen. En mensen handelen op basis van emotie en ratio. Van verstand en gevoel. En wat zien we nou in Nederland? Op het moment dat de politicus zijn gevoel moet laten spreken, komt hij met zijn verstand. En op het moment dat zijn verstand moet spreken, gebruikt hij zijn gevoel. Ik geef u 2 voorbeelden. Wouter Bos. Wouter Bos kiest voor zijn gezin. Nou ja, zijn vrouw zegt thuiskomen. En Wouter, ja Wouter, die vindt het niet eens zo'n gek idee. Je zag hem steeds meer lachen. Je zag hem steeds breder lachen. Want hij had van die gesprekken, weet je wel, met Nout Welling. Met Gerrit Salm, zijn vriendjes. Die ook zijn blijven zitten. Terwijl Dirk Scheringa, zeg maar, de kleine grut moet dan weer geofferd worden voor de grote jongens. Nou, zegt u dan allemaal maar even ja. En er zit zo'n Nout Welling en die zegt dan het risicoprofiel van de huidige hypotheekportefeuilles verslechtert. En meer risico betekent hogere kapitaaleisen, minder winsten, minder kredietverlening. En voor de staatsbanken betekent dat de overheid extra kapitaal dient te forneren. Voorts reduceert de beperking van de renteaftrek de prikkel voor de consument om een volledige hypotheekschuld aan te gaan en die zo laat mogelijk af te lossen. En op de duur betekent dat bankbalansen, winsten en wellicht de werkgelegenheid zal krimpen. Dus iedere fundamentele aantasting van de hypotheekrenteaftrek betekent voor de bank het slachten van de kip met de gouden eieren. Nou, als je dat hebt aangehoord,
dan wil je wel voor je gezin kiezen, dat verzeker ik. Dus Wouter kiest voor zijn gezin en die kijkt rond in de gelederen van de Partij van de Arbeid. Wiens gezicht staat nou het meeste op hoe kom ik thuis weg? En hij valt op Job Cohen. Hij zegt, Job, heb ik gelijk als ik denk dat jij thuis weg wil. En Job valt hem snikkend in de armen. Het is een win-win situatie. Het verstand kan hier zegevieren. En ze stormen naar buiten. Maar wat is er nou aan de hand? Drie huizen verder op de Herengracht staat het ontzielde lichaam van de heer Hans van Mierlo. En nu had het gevoel moeten regeren. Ze hadden moeten denken, we wachten nog even. We gaan het niet naar buiten brengen. We laten het even oplopen. Misschien wordt de pers nieuwsgierig. Dan kunnen we een hele mooie verhaal kunnen we erachteraan doen. Intussen hebben we tijd vrij om nog eens even die cijfers goed door te rekenen. We kunnen nog eens even met elkaar overleggen hoe we de zaak aanpakken. Een paar debate-rondes. Want als je 6 jaar burgemeester bent, ja, dan heb je geen tegenspraak gehad. Eén keer heeft de hoofdcommissaris van politie gewaagd iets te zeggen over de terreur in de Bijlmer. Nou, zijn kop ging er bijna af. Dus ja, dat had allemaal kunnen gebeuren. Is niet gebeurd. Nu, een voorbeeld. Gevoel spreekt waar verstand had moeten triomferen. We gaan even terug naar een aantal maanden geleden. Er is een wekelijkse persconferentie vrijdag. En een journalist, er is in Volendam een akkefietje, een volkszanger, Jan Smit, die had verkering met een meisje, Jolande Koek van Bladerdeeg. En die heeft het de namen heb ik allemaal niet paraat, maar goed, dat kun je allemaal niet zo... En die journalist die vraagt aan de minister-president wat hij daarvan vindt. En onze minister-president, de hoogste man in het land, gaat daar serieus op in. Hij zegt dat hij nog sms-contact met de heer Smit heeft gehad. En dat hij het ontzettend sneu voor de jongelui vindt. En dat hij alles in het werk zal stellen om deze verhouding weer in de juiste banen te leiden. Gevoel in plaats van zijn verstand. Meneer, hoe waagt u het om met een dergelijke vraag naar mij toe te komen? U weet dat het land in crisis is. Dat weet u als geen ander. En als u niet weet, bent u een ongelofelijke domoor. Het is aan u om mij een vraag te stellen waardoor u mij op een hoger plan tilt. Waardoor wij met elkaar de problemen kunnen oplossen. Het is ongelooflijk en het is door u dat de grote mensen het niet meer aandurven om de politiek in te gaan. Om met dergelijk onbenul geconfronteerd te worden. Scheer je weg! Duik in het dossier, zeg op maandag terug en stel een goede vraag. Hoe is het mogelijk dat hij het niet doet? Louis van Gaal geeft iedere week een goede voorbeeld. Zo pak je de media aan. Kijk, die Van Gaal die doet dat zo verschrikkelijk goed. Dat is een coach die stelt een doel. Dat is het doel. En daar gebruik je je verstand voor. En dat wordt alleen maar in de weg gestaan door het gevoel. En dat moet je elimineren. Want dat is ook het enige gebiedje waarop de media hun kans krijgen. Want van dit hebben ze geen verstand. Dus gaan ze hier zitten vroeten. In de psychologie, in de sociologie. En als er dan zo'n akkefietje is met de heer Ribéry. Ach, dan weet Louis van Gaal dat grootste pareren. En buiten de selectie daar. Nu, dames en heren, hebben we het gehad over de politici van verstand en gevoel. En we gaan nog even door op Balkenende, want hij leert ook niet. Want hij zat nu 2 weken geleden weer bij Life and Cooking. Zat hij mee te beppen over het kindje van Jan Smit dat eraan zit te komen. En hij gaat bij RTL Boulevard zitten presenteren. Notabene staat hij daar te huilen met de man die er verantwoordelijk voor is dat Jan Smit en Jolanta uit elkaar zijn gegaan. Met zijn smerige, iedere privacy negerende beelden uit parkeergarage. Die man die krijgt ook nog een leentje. Die wordt in wat voor kutland zijn we terechtgekomen met z'n allen. Nou, nu even naar de politici die nog hun verstand, nog hun gevoel laten spreken. Zeg maar meer de natte vinger, jongens. Laten we eens even beginnen met de heer Wilders.
De heer Wilders die gaat direct, ik ga daar met u dieper op in, die gaat direct een toespraak houden. Ik heb een deel uit zijn toespraak. En daarin maakt hij gebruik van een stijlfiguur. Een stijlfiguur, dat zijn dingen die ontstaan uit linkse hobby's. He, dus die kunnen we nog even benutten, maar over 100 jaar, als hij aan de macht komt, bestaan ze niet meer. Hij maakt gebruik van een Shakespeareaanse stijlfiguur, het tegenover elkaar zetten van grote tegenstellingen. We gaan even luisteren naar de heer Wilders. Tegenover meer van hetzelfde plaatsen wij daadkracht. Tegenover meer van hetzelfde plaatsen wij, PVV, daadkracht. Ik zie de tegenstelling nog niet helemaal. Maar hij doelt op de daadkracht die de PVV aan de dag heeft gelegd na de eclatante zegens in Den Haag en Almere. Want daar is, zeg maar even, de bezem doorheen gegaan. Want ik woon niet zo ver van Almere en nog dagelijks zien wij de huifkarren met moslims naar het zuiden trekken. Om te maken dat ze wegkomen. We gaan naar de volgende tegenstelling. Tegenover de islam plaatsen wij onze identiteit. Tegenover de islam plaatsen wij onze identiteit. Zelfs Maxima weet niet precies wat onze identiteit is. Maar hij heeft nu een punt. De komende 4 weken hebben wij een identiteit. Tenzij het Nederlands elftal eerder uitgeschakeld wordt. Tegenover multicul, patriotisme. Tegenover de grachtengordel, Henk en Ingrid. Tegenover de grachtengordel, Henk en Ingrid. Ik weet niet of de Amerikaanse toeristen daar zo blij mee zijn. Je komt in de grachtengordel met je folder en daar zitten Henk en Ingrid. Tegenover de afbraak van Sociaal Nederland, het beschermen van de burger. Tegenover pessimisme, 10.000 nieuwe verpleegkundigen en 10.000 nieuwe agenten. Tegenover pessimisme stellen wij 10.000. Waar die ze vandaan wil halen, mag God weten. Nieuwe verpleegkundigen en 10.000 agenten. Waar zijn die voor nodig als er geen reden tot pessimisme is? Tegenover die ellendige cultuurrelativisten plaatsen wij Nederlands hoop en optimisme. Yes! Yes! Even voor de jongelui in de zaal. En de jonge kijkers thuis. Ik ben nog een van de weinige overlevenden van Nederlands hoop. Ik heb de heer. Ik heb de heer Wilders even gebeld wat hij zich hierbij voorstelt. Nou, laten we nog even naar mevrouw Theewater gaan. Even kijken hier. Dit is Nederland. Het is niet veilig meer op onze straat. Bejaarden worden zelfs aangevallen. Afschuwelijk. Rita Verdonk maakt een promotiefilmpje voor Trots op Nederland. Daar staat de camera, hier staat Rita. Achter haar rug vindt een overval plaats. Een normaal mens draait zich om en zegt, hey. Moet dat allemaal zo? Niet Rita, die begint gewoon een verhaal op te hangen. En die zegt dan, zelfs bejaarden worden aangevallen. Wat is er mis met bejaarden? Waarom zouden normale mensen wel aangevallen mogen worden en bejaarden niet? Bovendien, als u een overvaller was, zou u dan kiezen voor zo'n man die net uit de sportschool komt en een klap voor je bek geeft? Tuurlijk niet, je kiest voor iemand die zijn handen niet meer kan gebruiken, die achter ze. Heeft ook totaal geen strategisch inzicht. Het is echt ongelooflijk. Wat doen we met haar na de verkiezingen? Ik weet het niet. Ze heeft ook nog 4 mei heeft ze ook.
dan zou Rita inkomen. Dit is Nederland. Onze pleinen zijn niet meer veilig. Zelfs de koningin, de kroonprins en de kroonprinses moesten op een holletje de nieuwe kerk in. Ik weet niet of u Willem-Alexander nog heeft zien lopen met zo'n uniform. Op een holletje. Nou, als een uniform iets niet aan kan, is het op een holletje lopen. Ik heb prins Bernhard nooit op een holletje zien lopen. Maar Willem-Alexander ging op en dan heb je dat zwaard, dat hangt door hier, weet je wel. En dat gaat dan, dat gaat bungelen. En dan opeens zat dat tussen zijn benen. En dan... Bij ons in het dorp is de 4 mei niet doorgegaan. Tot grote teleurstelling van Gordon, mag ik wel zeggen. Ja, zijn grote... ieder jaar mag hij de vlag hijsen als het Wilhelmus gespeeld wordt om 8 uur. Dat is zijn grote ding. Zijn grote ding. We hebben elk jaar de 4 mei herdenking. En voor het eerst in 53 jaar is dat afgelast. Omdat, dat voert allemaal te ver. Maar we hadden dit keer een Marokkaans meisje voor de, of een Marokkaanse vrouw voor de 7 minuten toespraak. Dat is een belangrijk dingetje in ons dorp, die 7 minuten toespraak. Die wordt ieder jaar door iemand gehouden die zeg maar een beetje in de maatschappij zit tussen vrijheid en onderdrukking in. Ieder jaar hebben we, bijvoorbeeld hebben ze een keer de zuster van Greta Duisenberg hebben we een keer gehad. En een keer een Anne Frank lookalike. En zeg maar van dat soort keuzes. Vaak komt er iemand van de Rooms-Katholieke geestelijkheid. Die hebben altijd wel wat uit te leggen. Enfin, er is elk jaar iemand. En dit jaar is er, weet u trouwens zelf al, dames en heren, op wie u gaat stemmen? Wie weet nog niet op wie die gaat stemmen? Bent u... Oh, we hebben 1 zwevende kiezer, geloof ik. Eens even te kiezen. Geef even de microfoon erbij. Dan kan ik even vragen. Ja. U weet het nog niet? U weet het nog niet? Nee. U twijfelt nog tussen Brunswijk en... en Daisy Bouters, of niet? Nee. Gisteren was er een mevrouw die zei of je nou door de kat of de hond gebeten wordt. Mij maakt het niet uit. Ik zei nou, Partij voor de Dieren lijkt me voor u. We gaan eens even kijken. Zijn er mensen die al wel weten waar ze op gaan stemmen? U weet het, meneer. Wilt u het met ons delen? Ja hoor, ik vind het heel graag. Partij van de Arbeid. U stamt op de Partij van de Arbeid. Ja, in alle partijprogramma's kijk ik naar de stuk over het onderwijs. En de Partij van de Arbeid heeft er heel duidelijk in dat het management daar weg moet. En de D-regel, of dat weer kleinere scholen maken. En dat spreekt me erg aan. Nou, geweldig. Het komt een stuk beter uit uw woorden dan Job Cohen, moet ik zeggen. Hebben we toevallig mensen die op de SGP stemmen hier? Nee, nou, statistisch is het ook wel vrijwel onmogelijk. Maar ach, ik vond zo, de heer Van der Staaij had een interview in het Reformatorisch Dagblad. En daar had hij in gezegd dat hij hoopte op 3 zetels. En dat vond ik zo ontroerend. Want de heer Van der Staaij moet als geen ander weten dat hopen van hem geen enkele zin heeft. Want de hoeveelheid zetels die de SGP krijgt, die zijn al lang voorbeschikt. Dat is de predestinatie. Dat ligt al lang in Gods plan met de wereld vast. De SGP krijgt altijd 2 zetels. En dat doet God omdat hij een heel klein beetje de pest aan de SGP heeft. Hij vindt dat maar een beetje hautaine bedweters die altijd maar uitleggen en weten, denken te weten wat God denkt, maar ze weten het helemaal niet, denkt God. Denk ik. Cogito. Ergo. Sum. Ja, maar die christelijke... Is er iemand van de ChristenUnie hier? Ook niet? Blijven die toch? Die rouwvoet is ook helemaal in de war. Hij begon goed door te zeggen, Twitter op zondag mag. Ja, dat gaf een lekker gevoel. En dat geeft ook aan, er is een glijdende schaal bij de ChristenUnie. Twitteren op zondag mag. En je voelt hem aankomen, straks mag abortus op zondag ook. Let maar op! En dan euthanasie op zondag. Nou, let maar op. Maar ja, toen ging hij opeens kwam hij in de problemen. Want hij had een homoseksueel op de lijst staan. Op 41. En hoe dat nou moest.
Nou ja, het was dan wel een homoseksueel, maar hij deed er niet aan. Wat zijn dat voor homoseksuelen? Ja, maar dat is toch ongelooflijk hier. Hij moet met zo'n t-shirtje aankomen. Fuck homoseksueel. Die rouwvoet is echt... Ja, ze komen er niet uit. Wat moet die man dan als hij niet mag praktiseren van de ChristenUnie? Beetje bij zijn hypotheek gaan zitten. Nou, jij durft hem niet af te maken, moet ik weer zeggen. Wie van u stemt op de VVD? U stemt op de VVD. Kunt u in twee zinnen zeggen waarom? Ik vind dat ze een goed perspectief bieden voor de economie van dit land. Fijn. Nou, daar wou ik alvast even op ingaan. Bent u met me, u gaat ervan uit dat we op dit moment in een economische crisis zitten? Ja, ik merk er zelf nog niet zo heel veel van. Nee, maar daar hebben wij allemaal geen last van. Nee. Maar ik ben het met u eens. We leven in spannende tijden. We zitten in zware tijden. Zal ik hem ook even vasthouden? Want, dan houd het vast, ja. Hoe denkt u dat wij in die problemen zijn gekomen? Wie ligt daar, wat ligt daar aan ten grondslag, aan die financiële crisis? Ik denk een behoorlijk toegenomen stuk welvaart, waarbij de verhouding tussen de mensen die het verdienen en de mensen die het consumeren een beetje zoek geraakt is. U spreekt genuanceerd uit. Dus je zou kunnen zeggen, u zegt welvaart. Hebben we dus... U zegt... Wie bent u? Ik zal hem ook even vasthouden. Hebzucht. Meneer zegt hebzucht. Vindt u zijn analyse kloppen, hebzucht? Daar heeft het zeker mee te maken. En dan is de VVD een partij die zegt... Jongens, hou nou eens op met die hebzucht. Dat is nu wel mooi geweest. Nu gaan wij eens... Nee, maar vindt u niet... Hoe is het nou toch mogelijk? Legt u dat nou eens uit? Dat de meest kapitalistische partij van Nederland... Die zeg maar het kapitalisme is toch verantwoordelijk voor deze ellende... Dat die de meeste stemmen krijgen. Hoe komt dat nou? Ik denk dat het toch de partij is die het meest perspectief biedt... om dit weer in de gereden te brengen. Maar hoe krijgt nou die Rutte het voor elkaar... om een boodschap uit te stralen en zelfs te roepen... het is een ramp voor het land... En daarmee weg te komen. Ik bedoel, je kan toch wel zeggen, ja, de kiezer heeft altijd gelijk. Maar dat zie je wel. Gek van de heer Brinkman. Ja, hij is nu bezig om de Wildersjugend op te richten, heb ik begrepen. Laten we nog eens even naar het bord toe lopen, dames en heren. De heer Roemer. Twee grappen in Carré. Twee zetels erbij. Nou, als dat zo is, dan was ik een lang dictator geweest. Dat is niet te geloven. Wie zullen we er nog eens even bij nemen? Het is verleidelijk. Laten we nog eens even naar Jan-Peter Balkenende gaan. Wij zijn een partij die altijd de handen uit de mouwen wil schudden. We willen werken. Ho. Wij zijn een partij die altijd de handen... Hoe was het nog weer? Een aap op de mouw spelde. Het is wel ongelooflijk. Het wordt... Je krijgt hem niet weg, hè? Ik wil u even laten zien wat hij bedoelt met de handen uit de mouwen schudden. Ik zal het u even laten zien. Ach, kijk. Zie je hier, dit is dan de handen uit de mouwen. Fuck drugs. Het is toch werkelijk onvoorstelbaar. Hoe denk je dat de verhouding is tussen het drugsprobleem en het bier en het alcoholprobleem in ons land? 1,4 miljoen Nederlanders is enigszins verslaafd aan alcohol. Wat zegt u, mevrouw? Hoeveel, mevrouw? Ja, dan moet u dat niet roepen als u het niet weet. Dat is natte vingerwerk. En dan hebben we niks. Getallen wil ik horen, hè? Cijfers! Zijn zuster van Job Cohen waarschijnlijk. Ja, allemaal dingen gaat zitten roepen. Ik heb gelezen 1,4. Zullen we het daar even ophouden met uw welnemen? En aan de drugs zijn in ons land minder dan 20.000 mensen verslaafd.
Het is werkelijk onvoorstelbaar dat hij in Volendam, mijn Volendam mag ik wel zeggen, dit aandurft. Nou, laten we even gaan naar Mark Rutte. Hij gaat een grap vertellen. Dat is toevallig mijn terrein. Dus dan kunnen we eens even kritisch kijken. Hoe pak je dat aan? Wat is het geheim van een grap vertellen? Spanning. Spanning opbouwen. Spanning opbouwen. Zal ik jullie eens wat zeggen? Dat. Nou, wat doet nou Mark Rutte? Die begint zijn grap met... En u weet, hè, als je links... En u weet, hè, en u weet, ja, als je het weet, dan hoef je niet meer te luisteren, begrijp je wel? Want hij begon goed, want toen ik binnenkwam, toen zei hij... 9 juni aanstaande zijn Tweede Kamerverkiezingen. En je zag die hele zaal VVD'ers zitten van... Wat? Dus hij begon goed. Maar goed, hij hier begint... En u weet... En u weet, hè, als je links beheer zou geven over de Sahara wat er gebeurt... binnen het kortste keer is het zand op. Als je links het beheer zou geven over de Sahara... is binnen de kortste keren het zand op. De grap valt helemaal in het water. Omdat wij niet weten wat het beheer van de Sahara inhoudt. Dat weten wij niet, dus er zit geen spanning in. Je weet niet... Kijk, misschien is het wel de bedoeling dat de Sahara op den duur bloeiend wordt. Een tuin, de Hof van Eden. En dan moet het zand eerst weg. Begrijp je dat? Ja. Als je de Partij voor de Dieren het beheer over de Sahara geeft, maken ze er een kattenbak van. Ik bedoel, wat wil hij nou mee zeggen? Ik heb de bank het beheer over mijn geld gegeven. Ja, dat was binnen de kortste keer op. Als je D66 het beheer over de Sahara geeft, gaan ze het in districten verdelen. Ik vrees als je de VVD het beheer over de Sahara geeft, dat ze het zand in kleine zakjes doen. En dat ze dat aan Klaas Vaak gaan verkopen. De peeskamertjes van de treffenzaal. Griepepidemie. Allemaal onder tafel geschoven. Heer, onze minister van Volksgezondheid, ja, weet niet genoeg, gaat deskundigen raadplegen. En de deskundigen die krijgen natuurlijk geld van de farmaceutische industrie. En dan gaat er 100 miljoen euro door de gootsteen. Hier Afghanistan, Irak met de kennis van nu en Irak. Notulen, vrijdag 19 februari 2010. Het is de laatste ministerraad. Balken en de hete collega's, hartelijk welkom. En hij schrijft op het bord... Missie Afghanistan. De heer Verhagen zegt... Ha, missie, gaan we zilverpapier ophalen? Tussen haakjes, grapje. Even voor de jonge lui, dat was vroeger, had je de zending en de missie. En die haalden zilverpapier op voor de arme kindertjes in Afrika en Azië. Onze school had altijd de meeste zilverpapier van alle scholen in de Zaanstreek. Dat kwam omdat wij als protestant-christelijke school wisten waar de katholieken hun zilverpapier hadden verstopt. En op een middag gingen we het ophalen, wij slopen de pastorie binnen, het was carnaval, we dachten iedereen is weg. En we sluipen door die gang en we doen een deur open. En er staat een pastoor met zijn rok opgetrokken tot boven zijn navel. En er staan 5 jongetjes omheen. En die pastoor die draait zich om en die zegt, wat komen jullie doen? Ik zeg, wij komen het zilverpapier ophalen. Hij zegt, dat gaat zomaar niet. Ik zeg, oh, dus u wilt dat wij naar buiten gaan en aan de eerste de beste voorbijganger gaan vertellen wat wij hier zojuist binnen gezien hebben. Hoeveel zilverpapier hebben jullie nodig? Ik zeg, alle zilverpapier natuurlijk. En we komen voortaan 1 keer in de 4 weken komen we het zilverpapier ophalen. Zo moet je die katholieken aanpakken. Wouter Bos, dubbele punt.
Afghanistan schrijf je toch met een H erin, Jan-Peter? Balken en de dubbele punt. Begin je weer, Wouter? Wat maakt dat nou uit? Wat maakt dat nou uit, zegt Wouter? Daar gaat het er juist om. We moeten de puntjes op de I zetten. Oh, net ging het nog over een H. En nu is het opeens een puntje op de I. De heer Van Middelkoop begint te lachen. Bert Koenders, dubbele punt. Wat valt er te lachen? Eimert. Eimert, dubbele punt. Ik krijg net een twittertje van Maxime... dat hij gisteren een brief van de NAVO heeft gekregen. Wat is daar zo leuk aan, Eimert? Nou, ik heb eergisteren een brief van de NAVO gekregen. Wouter Bos, dubbele punt. Bert, heb jij een brief van de NAVO gekregen? Bert, dubbele punt. Nee, ik heb geen brief van de NAVO gekregen, Wouter. Wouter, dubbele punt. Waarom hebben wij geen brief van de NAVO gekregen? En zij wel een brief van de NAVO gekregen? Balken en de dubbele punt. Wie heeft hier de posterijen geprivatiseerd? Dit wordt Wouter Bos te veel. Hij springt woedend op. Gevolgd door de andere leden van de Partij van de Arbeid-fractie. Balkenende ziet zijn vierde kabinet vallen en grijpt naar de voorzittershamer en zegt: ga zitten! Ga zitten! Wouter, kom terug! Totaal in paniek roept hij, waar is mijn spindokter? Waar is Jack? Kijk, Jack is in Afghanistan. Jack is in Uruzgan. Hier is een helikopter. Hier staat de Vries. En Jack lacht. Want Jack amuseert zich. Er zijn tot dan toe nog maar 23 doden gevallen... En 60 gewonden. Jack vindt oorlog leuk. Jack vindt oorlog. Hier laat Jack zien waarom die adjudant zo dol op hem is. Dat Marokkaanse meisje dat kwam bij mij op bezoek. Dat Marokkaanse meisje kwam bij mij op bezoek om te vragen wat er van haar verwacht werd op 4 mei. Ik zeg, wat weet je van de Tweede Wereldoorlog? Niet zo gek veel. Maar ja, wat wist ik van haar? Dus we hebben, zeg maar, ik heb haar verhaal aangehoord en iets van onze geschiedenis probeerde duidelijk te maken. Zij was door haar familie afgestoten. Ze was tot een huwelijk gedwongen. En dat wilde ze niet. En toen was ze gevlucht. En na veel omzwervingen was ze nu met een Duitse man, woonde ze in ons dorp. En ik vertelde, en iedere keer als het woord Joden even ter sprake kwam, zag ik wel aan haar lichaamstaal dat een rare gevoelens in haar teweegbracht. Maar ik zie haar nog de straat uitrijden. Ze stak haar duim op, ze ging het doen. Voelde ik. Had ik het idee. En dat maakte mij trots, moet ik u eerlijk zeggen. Ik heb natuurlijk in mijn leven al wat succes gehad en wat triomfen gevierd. Maar dit één op één succesje, dat je zeg maar vanuit je wijsheid en iemand anders kunt beïnvloeden en op een spoor kunt zetten. Dat is ook zo ongelooflijk belangrijk dat we dat één op één gaan doen met elkaar. Dat we die zaak veel, veel persoonlijker gaan trekken. Dat is zo ongelooflijk. Kijk, die coaching, aan het begin had ik het al even over Louis van Gaal, hoe ongelooflijk sturend dat kan zijn. En ook als beeld voor de politiek. En we hebben nog zo'n akkefietje gehad. We moeten wel even terug. Begin dit jaar in Vancouver, kunt u zich misschien herinneren. Met Sven Kramer en Gerard Kempkers. Dat was even een we hebben de 10 kilometer, we konden hem niet verliezen. We konden hem niet verliezen. En toch ging het mis.
Wat is daar nou misgegaan? Kijk, op een zeker moment, laten we de metafoor even doortrekken. De coach is het kabinet en Sven Kramer is de economie. Dus die economie, dat is winst, die cirkelt zo rond. En die coach moet dat gaan houden. Het is een win-win situatie. En op een zeker moment staat Gerard Kempkes langs de kant met dit bord. Verschil Lee, -2.19. En Kramer komt langs geschaatst. En die begrijpt het niet. Hij denkt, over welke Lee gaat dit? Hij heeft geen idee. Dus in plaats van, hij denkt even zacht stoppen en even terugrijden. Coach, welke Lee hebben we het hier over? Dat is toch wel even belangrijk. Hij schaats door, komt bij zo'n pion, moet er overheen springen en kiest de verkeerde bocht. Wat is hier nu gebeurd? Universiteit Twente heeft dit uitgezocht. Die heeft dit wetenschappelijk benaderd. En wat is gebleken? Hier stond te weinig informatie. Hier stond te weinig informatie. Het advies is om voortaan zo te gaan coachen. Hadi Sven. Dat was een fijn rondje. Nou ja, rondje eigenlijk is het een ellips. Maar een crisis die daarop let. Je tijd was 30 ellips. 30 rond bedoel ik. Even een persoonlijke vraag. Hoe vind je zelf dat het gaat? Tot zo, hartelijke groet mede namens alle medewerkers van TVM, je coach Gerard. Hadi Sven, trek je niks aan van die vreemd uitgedoste vrouw aan de overkant, die maar hup arts Genk staat te roepen. Dat is Erika Terpstra. Die is stomdronken. Die weet door het tijdsverschil niet meer wanneer de 5 in de klok zit. En zuipt alles door elkaar. Gisteren nam ze een slok wijn en zei, wat is dat voor bocht? Waarop Willem-Alexander zei, de binnenbocht. Ho, 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 ho. Je had de buitenbocht moeten nemen. Dat was een grapje van Willem-Alexander. Nou, gewoon doorschaatsen, zolang Erika niks in de gaten heeft, is er niets aan de hand. Hardy Sven, ik ben even een nieuwe viltstift halen. Er is goed nieuws en er is slecht nieuws. Het slechte nieuws is dat je gedisqualificeerd bent. Het goede nieuws is dat het geen reet meer uitmaakt hoe je de 10 kilometer afmaakt. Desnoods kom je klunend over het middenveld terug. Van mij mag je ook een vrije kuur rijden. Groet Gerard. Hadi Sven. Met de kennis van nu heb ik even met Wopke de Vecht overlegd hoe we de ploegenachtervolging tactisch aan gaan pakken. Ons lijkt het het beste dat jij in de bochten achteraan blijft schaatsen. Wat is hier nu misgegaan? Hij kon hem niet verliezen. Er was maar één reden waarom je kon verliezen. En dat was simpelweg door gedisqualificeerd te worden. Door je dus niet te houden aan de regels. En dat, kijk, dat is het probleem van de VVD. Dat je geeft de mensen te veel ruimte om zichzelf te verrijken. En ze kunnen die vrijheid niet aan. En we zullen dat moeten accepteren met z'n allen. Dat de mens eigenlijk slecht is. Nou, laten we nog eens kijken of de heer Roemer een grapje voor ons in petto heeft. Nou, die krijgt er gelijk 3 zetels bij, volgens mij. Dus hier even gaan we naar de koningin van het binnenhof. Moet je kijken. Oh, wat is ze mooi, hè? Die koningin die staat ook alles. Moet je kijken hier. Is ze leuk of is ze niet leuk? Hier moet je kijken. Dit is. Ho, 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 hier. Lijkt Gerard Joling wel als je dat zo ziet. Nou, dat kapsel, dat staat werkelijk. Even kijken hoe de koning. Nou, ik vind dat Wilders er een stuk beter uitziet. Nou, laten we eens kijken. Meneer Pechtold hebben we nog niet gehad, geloof ik, hè?
Ongrijpbaar. We kijken hier, de heer Pechtold. Nou ja, hij heeft nu eindelijk besloten om voor Paas te kiezen. Dus je kan net zo goed op de PvdA en de VVD stemmen. Voor de zoveelste keer, kijk dat toch. Ah. Ja, ze zeggen wel eens van de Partij van de Arbeid dat ze draaien. Job Cohen. Wat moet hij nou nog doen? Hij heeft nog 3 uur. Het lijsttrekkersdebat is voorbij. Hij heeft zich zo in de hoek laten drijven in het begin. Hij komt er redelijk uit. Maar dan begon hij met preventief fouilleren. Dat was dan een van zijn sterke punten in Amsterdam. Preventief fouilleren. Voorspel noemen wij dat thuis. En dan hebben ze de slogan in de Partij van de Arbeid: iedereen telt mee. Dat is wel goed gekozen, want een geweldige rekenmeester is het niet natuurlijk. Die hadden ze zondag al bij Koef Noen. Dat moet ik er wel bij zeggen. Maar ik had hem zaterdag al. Ja, hij moet zeggen, die getallen, mensen, getallen, wat moet ik ermee? Die getallen staan op papier, die kan ik ieder moment oproepen. Het gaat, neem nou de eigen bijdrage. Wat maakt het uit om hem in geld uit te drukken als het gewoon een kwestie van mentaliteit is? Eigen bijdrage, wat kun je doen? Je kunt gezonder gaan leven. Hebben we minder maagzuurremmers nodig? En de mensen die ze echt nodig hebben, moeten dan maar een maagzuurremmer kopen. Ik bedoel, het is een 330 miljoen. Ga gezond eten. De auto. Ga 60 kilometer per uur rijden. Neem je voor om 60 kilometer spaart benzine, spaart uitlaatgassen. En je ziet ook wat de werkelijke tijd is om ergens te komen. En dan kom je misschien op het idee om het openbaar vervoer een keer te nemen. Al die krankzinnige overheidscampagnes die ons van het roken af moeten helpen, die ons van dat moeten afhelpen, denk zelf goed na en handel daarna. Dat scheelt miljoenen. Misschien had hij dan op nog meer winst gestaan. Ja, winst, wat is nou weer? Het gaat allemaal om winnen en verliezen. We zitten in zo gek met dat. Ik sta in de wc. Er staan nog een stuk of 6 urinoirs links en rechts van mij. En ik ben wat ouder, dus ik doe dat allemaal op mijn gemakje. Ik moet me daar keurig, zeg maar, op voorbereiden. En opeens stormt er iemand die toiletten binnen. En zip! En ik kijk opzij naar mij en die zegt dat de beste mogen winnen. Ja, je stinkt erin. Je stinkt er gewoon in. Nou, je gaat zeggen, dat zullen we nog wel eens zien. Ja, ik ben bejaard. Ik bedoel, ik ga staan duwen, ik ga staan drukken. Waar je helemaal niet moet duwen en drukken. Ik voel die prostaat tussen mijn billen heen en weer schieten. En ondertussen hoor je dat geklater naast je. Het lijkt de broer van Plasterk wel. Het was eigenlijk. En dan is hij klaar en dan. Hello! Dat Marokkaanse meisje belde, telefoneerde. Ze deed het niet. Ze deed het niet. Ik zeg, ja, ik was een beetje beledigd. Ik zeg, wat nou? En ze begon te huilen. Ik er naartoe. En er stond een wagentje in de straat van de glazenier. En er werd een nieuwe voorruit in haar huis gezet. En ik kom in de gang en ik krijg een steen overhandigd met een briefje eraan. De steen die door de voorruit was gegaan. Er stond op het briefje verraad. Met een T. Want ik dacht nog eerst de inburgeringscursus afmaken en dan stenen door eruit gooien. En ja, wat konden we anders dan de herdenking afgelasten? Dat zijn machteloze gebaren, maar we wilden het ook niet opblazen. We hadden ook geen zin in rumoer en tumult. Je hebt vaak zinloos geweld en dan volgde een zinloos optocht. Dus ik 's avonds naar Gordon om te vertellen dat het niet doorging. Waarom niet? Ik het uitleggen. En hij, die kut Marokkanen, zei die. Ik zeg, shush. Zitten we 4 mei. Zitten we in de kamer te kijken naar de beelden op de Dam. En opeens hoor ik. Eerste wat ik denk is Gordon.
En verdomd. Het is onze dorpsgek. Het is onze dorpsgek en hij zit nu al vanaf 4 mei opgesloten. Op beschuldiging van feitelijke aanranding van de koningin. Feitelijke aanranding van de kroonprins en de kroonprinses. En hij moet nog 3 extra maanden zitten, omdat de kans is op recidive. Het zou zomaar kunnen dat 4 mei half september valt dit jaar. In wat voor krankzinnig land zijn wij met elkaar verzeild geraakt? Want er is niemand die zijn stem... De koningin niet. De koningin is de enige die financieel niet te lijden heeft gehad onder de crisis. Haar portefeuille is helemaal... De RVD heeft dat toegegeven, is helemaal intact gebleven. Dus ik zou met kerst een prijs opstellen als de koningin die moralistische praatjes eens achterwege liet en gewoon rechtuit beleggingsadviezen ging geven. Kroonprins heeft niks gezegd. En de kroonprinses die beter zou moeten weten heeft niks gezegd. Nog de minister-president, nog een van de andere ministers, nog een van de demissionaire ministers, nog de lijsttrekkers. En onze dorpsgek met zijn IQ van 71 telt de dagen. Hij raakt nou 4 al in de war. Feitelijke aanranding van de koningin. Weet je wat feitelijke aanranding van de monarchie is? Als die Zorrigeta aanwezig is bij de kroning van Willem-Alexander. Tegenover Henk en Ingrid zetten wij Jan en Jolante. Tegenover daadkracht schudden wij de handen uit de mouwen. Tegenover 10.000 nieuwe verpleegkundigen zetten wij het beheer over de Sahara. Tegenover het beschermen van de burger zetten wij 7 pakken geopende cornflakes. Tegenover Nederlands hoop zetten wij Emiel Roemer avondvullend in Carré. Dit zijn de 4e Tweede Kamerverkiezingen in 8 jaar. Economisch verkeren wij in een crisis waarin onze welvaart volkomen afhankelijk is van internationale samenwerking. Het ontbeert de politici aan visie en samenhang. Gevoel regeert waar verstand zou moeten dicteren en omgekeerd. Door gebrek aan leiderschap dreigt een benepen provincialisme, waardoor dingen die moeten gebeuren niet gebeuren en dingen die niet gebeuren moeten wel gebeuren. Helaas. Wij kunnen niet kiezen tussen goed en kwaad, omdat in goed kwaad schuilt en in kwaad goed. Het is de taak van de staat kritisch en rechtvaardig de familietrek te faciliteren. Een balans te vinden tussen geven en nemen. Het is de plicht van de burger te kiezen wie die taak voor hem of haar mag verrichten.